Er is niks beter dan net fresh geknipt te zijn. Rotterdam. En de rest van Nederland. What's up? Ben ik weer. Ik blijf komen. Vandaag is de eerste dag van mijn nieuwe concept. Ik ben nu onderweg naar werk. En ja, hopelijk vind ik mensen die mee willen doen. Hopelijk. We shall see. Marciano, nog een keer. Ik weet niet hoe vaak ik het moet zeggen, Marciano, in mijn vlogs. Ik ben een fan. Thank you. Thank you. Deze man is echt Picasso. Oh, what a feeling. Picasso, baby. Ik zat even iets los. Oké, Raven is er. Hij gaat gewoon serieus mijn eerste klant zijn. Aan wie ik vragen ga stellen. Oh, ben ik de eerste? Ja, man. Spannend. Die meedoet met dit dan. Zeg maar. Let's go, man. Let's do this. Even checken hoe smart... Smart? Hoe loyal je bent. Ik heb het niet te moeilijk gemaakt. Gewoon... Je hebt ze opgezocht? Dat het wel een beetje leuk blijft. Oké, okay. Je hebt niet zelf gezocht. Dat het leuk blijft? Ja, wat is jouw missie, man? Ja? Wat is jouw missie? Het is niet dat ik mensen om de moeilijkste dingen ga vragen. Maar dit is wel een keer een vraag aan mij, man. Alsof ik het weet. Oké. Vraag. Tenminste, vraag. Ja. Wat een vraag. Hey. Eerst op warm. Even heel snel, hoor. Boven was het 3 of 4? 4. Boven was 4. Okay. Ik ga eens even opwarmen, hè. Dat is een paar makkelijke vragen. Oké. Als een vliegtuig gecrashed, hè? Stel je voor een vliegtuig crasht op de grens van Nederland en Duitsland. Dat crasht, oké? Okay? Waar worden de overlevenden begraven? De overlevenden begraven? Dat werkt niet, man. You got this one. Oké. Oké, dit is goed. Oké. Mevrouw Jansen. Oké, mevrouw Jansen die heeft een bungalow. Haar interieur is roze, dus hij heeft ook haar meubels en zo. Ja, meubels. Dus haar tapijt, haar bank, haar lampenkap. Wat zeg je? Is roze. Roze. Maar, wat voor kleur is haar trap? Ik wil nog een keer de vraag. Oké, mevrouw Jansen die heeft een bungalow. Ja. In het bungalow heb je mensen mijn trap toch? God damn it. Nee, goed. Oké. Vraag 3. Oké. Jij bent mijn broer. Maar ik ben jouw broer niet. Wat ben ik? Ik ben jouw broer, maar jij bent mijn broer niet. Ja. Ik ben mijn broertje. Zusje. Die is flauw, kerel. Next question. Oké. Ja, dit is wel simpel, man. Maar toch heb je mensen die erin trappen. Nou, wat is zwaar? Eén pond goud, één pond vuur. Even zwaar. Nick Giggle. Oké. Nick is smart. Oké, stel je voor je wordt gekidnapt, hè? Je wordt in een kamertje gegooid. In de kamer heb je 3 deuren. Achter deur 1 zijn 30 assassins, zeg maar. Die betaald zijn om je dood te maken met geladen geweren, alles is gewoon lang en loaded. Om mij dood te maken? Ja. Achter deur 2 is een vuurpit. Een eindeloze vuurpit. En achter 3 zijn 30 leeuwen. 30 hongerige leeuwen die echt al 2 maanden hebben gegeten ofzo. De deur waarin ik de deur die ik heb opgedaan om binnen te komen. Dus dat weer ga ik terug hebben. Nee. Assassins, firepit of leeuwen? 30 leeuwen, hè? 30 leeuwen. En 30 assassins. De geladen leeuwen. En wat moet firepit, wat moet ik me voorstellen? Want ik doe de deur open op baan, maar kan. Ja, bijvoorbeeld iets zo goed als dit, man. Eindeloos gewoon. Ik ga voor 30 leven. Ja? Yeah? Why? Waarom? Als
als ik dan doodga, is dat wel spectaculair als iemand dat vertelt. Oké. Dat is ik heel vet met leven, joh. De antwoord was goed. Maar na 2 maanden zijn leeuwen al dood. Als ze 2 maanden niks hebben gegeten, dan wel dood. Oké. Die was gegeten, maar niet 2 maanden. Even een paar simpele toch. Ik wil niet dat mensen zeggen de volgende keer van hey, kill, nee, donder op, man. Nee, ik ben de eerste toch, dus voor mij moet het makkelijk zijn. He's smart. You loyal. I'm loyal. You smart. You loyal. Go buy me a house. Go buy your mama a house. Die in-game speeches, die hadden ons zo. Ja, soms krijg je krijg ze een mic. En dan kan je mee. Hij is tof, ga je niet praten. Valt mee. Dat is wrong issue, innit? Een beetje grok erin gedaan. Is er? Jullie zien het, man. Als je gaat solliciteren, even langs Anil. Gelijk aangenomen, man. Andres. Please look into the cam and state your name. Ahmed. Hey, je zei aan de beurt, hè. Bereid je voor, man. Ik heb een paar vragen voor je, joh. We beginnen rustig. Wat is zwaar? 1 ton goud of 1 ton zilver? Even rustig, we beginnen rustig. Is zo, man. Oké. Oké. Luister. Oké, mevrouw Jansen, ja. Die heeft een bungalow. Ja. Nu is haar interieur is roze. Ja. Dus van vloerkleed naar bank, lampenkamer, wat zo. Nu is de vraag, wat voor kleur is haar trap? Ook roze. Ook roze? Ja. Oké. Even kijken. Je bepunt dat. Wat voor kant? Rode ei op, staat dat van haar in de weg. Wat? Je bepunt dat. Ja. Wat voor kant? Rood de ei op, waar dat haar heeft gelegd. Ja, dat ligt er aan welke kant komt. Maar die welke kant niet legt, toch? Nee, hij legt er op het punt van het dak, legt hij in. Ja. Precies in het midden legt hij in. Wat voor kant rolt hij op? Die van de chair. Hij kent deze niet. Wow. Een haar legt het ei op. Gewonnen met Zondag. Oh ja, zondag. Zondag vrijdag. Zondag heeft hij dus gewonnen. Het filmpje was de laatste vlog, was het, hè? Ja. Ja, in de laatste vlog kon je het zien. Hij was een van die boys daar tussen aan het springen. Oh. Zijn vrouwtje. De baby. Hoe is het? Goed, nu ook. Komt ie wel, man. Voilà. De voetbal. Is die weer. Ken je dit? Oh ja, man. Oké. Sommige die vies, alleen die gras is lekker, hoor. Really, nigga? Gras. Sommige zijn echt lekker, die vies zijn eigenlijk. Check hier. Ik denk dat jullie bekend zijn met dit. Elke vraag waar hij een goed antwoord op geeft, eet ik eentje op. Dan ben je het fout, eet jij eentje op. Vraag nummer 1. Yo. Amsterdam, de grote stad, met ja. Hoeveel letters spel je dat? Met hoeveel letters Amsterdam spel? A. 9. Oké, dus jij zegt 9? Ja. Ik moet eentje eten. Waarom? Het is 3. Amsterdam, de grote stad. Met hoeveel letters spel je
Dat. Dat. D-A-T. Hè? Opnieuw. Het is op je nee. Dan denk ik, oh, je zo. Dat eet ik hier al. Is het een oh. Oh, ik moet niet spinnen doen. Nu moet je eentje linnen in je vinger. Nee, je moet gewoon eentje pakken. Ja, maar ik weet welke lekker is en welke niet, toch? Oh, serieus? Ja. Jij bent kapot eerlijk. Welke is dat? Groene. Lichtgroen. Welke smaak is dat? Je hebt een goede smaak te pakken dus. De prundak. Ja? Kan de prundak met een haai, zo'n haai. Legt een haan een ei. Ja, een haan kan geen ei leggen. Die is sowieso vies, check die kleur. Kijk, welke smaak, daar staat de smaak. Oh my god, wat is dit? Wat de is dit? Dit is hondenvoer. Je mag niet ei spugen, je moet gewoon doorstikken. Oh en is in de building. Vraag nummer 1. Luister goed. Amsterdam, de grote stad. Met hoeveel letters spuit dat? Je mag vingers gebruiken, maar even. Aan het onthouden. 20. Nee, wacht man, je hebt fout. Het is 20. Jij dacht 20? Ja. Nee, okay, ik zeg wat anders. Hou even 12 in je hoofd, ja? 12, oké. Okay. Ja. Twintig zijn er, hè? Ja, 20. Is dat 20? Oh ja. Nee, fout. Wat dan? 3. Wat? 3. Hoe dan? Amsterdam, de grote stad, met hoeveel letters spel je dat? Dat. Ah, ik heb je niet vragen. Ik ga verder, heb je nog. Ik ga jou vragen iets te zeggen. De koetsier poetste de postkoets. De koetsier poetste de postkoets. De koetsier poetste de kost. Nog een keer. De koetsier post. Godverdomme. Tamer, zeg jij. Wacht, wat was het? De koetsier. De koetsier poetste de kostkoets. Postkoets. De koetsier poetste de postkoets. De koetsier poetste de kostkoets. Nee, dat kan niet. Je moet hem vragen. De koetsier poetste de postkoets. Poetste de kostkoets. De kostkoets. Ja. Allemaal zelf. Amsterdam. Amsterdam, de grote stad. Met hoeveel letters spel je dat? Oh, dat. D-A-T, 3. Yes, sir. De eerste. Ja?